Jongens, vandaag is het tijd om tegen jullie en tegen YouTubers te gaan vechten. En ik heb twee mensen toegevoegd. Ik heb in een vorige Roblox video gezegd, laat jouw Roblox naam achter in de reacties. En dan ga ik er toevoegen. Maar genoeg geklets. Ik ga even aan jullie laten zien wat we vandaag gaan doen. Kijk, ik moet hier dus tegen deze dude gaan slaan. En boom, als ik hem in het rood raak, pat! Knockout! Eerste ronde voorbij, oké. En dit is dus een kijker van mij. Deze skin. En die gaan we ook even... Boom! Is die in één keer klaar? Nee, die is niet in één keer klaar. Oké. Maar we hebben ook nog niet getraind, hè. Dus dit wordt misschien nog spannend. We moeten weer in het midden raken. Boom! Weer in het midden. Kijk, dat hebben we volgens mij wel onder controle. Ik heb ook vier cadeautjes die we zo gaan openmaken. Oeh, hij raakte mij best wel hard daar. Ik weet eigenlijk niet of ik dit gelijk ga winnen, jongens. Ik heb wel weer een critical. Maar die deed heel weinig. Ik denk dat hij mij harder gaat slaan, jongens. Het gaat echt heel erg gelijk op. Ik wil in ieder geval deze voltooien. Boom. Kom op. Slap. Bam. Dat was een goede tik, jongen. Dat was een hele goede tik. Oh, maar hij tikt mij nog harder. Ik moet hem nou met deze slag pakken. Klik. Mega crit. Hij is klaar. Yes. Kom op, boys. Oké, maar nu ga ik tegen deze persoon ga ik wel af. Ik denk dat ik binnen één klap dadelijk dood ben. Ja, sla me maar neer. Dan kunnen we gaan trainen. Sla maar. Ja, ik ben klaar. Oké, we zijn tot level 3 gekomen. Ja? Level 3, onthouden. En ik heb al 800 coins. Kanonnen, dat is veel. Oké, wat we even doen. We hebben hier dus cadeautjes. Ik heb 100 strength gekregen. 100 defense. En... Oh mijn god, we hebben nog meer. Ik pak deze ook gewoon gelijk. En... Oké, we zitten gewoon al echt superveel. Ik hoef nog niet eens... te trainen. Ik weet niet eens of je ergens kan trainen. Wat is hier aan de hand? Kost 100 coins voor een multiplier. Gekocht. Nog een keer gekocht. Maar mijn vraag is, hoe doe ik trainen? Wat is dit? Hier krijg ik dus dingen voor. Oké, als ik in het bad zit. En dit? Een ijsbad. Ook voor defense. Maar waar kan ik mijn klapjes trainen, jongens? Oh, hier. Kijk, hier moet ik trainen. En hier gaat dat omhoog. Oké. Ik ben hier pull-ups aan het doen. Oké, we begrijpen het. Dan ga ik nu weer kijken hoe ver wij komen in dit level. Op het groen. Ik ga deze guy, die ga ik zo hard mappen, dat ik het een beetje zielig ga... Ik sloeg zelf niet eens. Oh, hallo? Heb ik hem ook al... Hij ligt daar al. Waarom ligt hij daar? Hè? Hij lag daar al gewoon neer. Oké. Oh, nu zijn we weer bij dat level waar ik net eraf ging. Hij mag mij eerst slaan, zeker. Oh nee, ik mag hem eerst slaan. En dan doen we in het rood. Boom. In één keer. Ik deed superveel damage. Oh mijn god. Oké, kom op. Slaan. In het rood. Bang. Mega crit. Dit spelletje is leuk, jongens. Ik kan trouwens de game in de beschrijving zetten. Ik zie heel veel mensen reageren dat ik dat moet doen. Dus ik zal de game in de beschrijving zetten. En als ik dat niet heb gedaan, laat het weten in de reacties. Dan doe ik het nog steeds. Oh, deze skin is al vet. Oh, kijk. Dit is de laatste, jongens. Boom. Niet. Ja, die hebben we ook in één keer geklapt. Yes. En nou hebben we één win. Nice. En wat kunnen wij met die win? Wij moeten... Oh, we kunnen hier naar wereld 2. Want ik heb één win gehaald, denk ik. Yay! We zijn in level 2. Oké. En ik hou alles nog. Ik kan hier wel rebirthen, maar ik weet niet of ik dat nu gelijk wil doen. Even kijken. Kost 10 PM. Wat is 10 PM? We gaan eerst kijken hoe ver wij komen met de huidige stand van zaken. Eens even... Oh, we komen tegen de cowboy Billy Boom. Nou, wie zou er sterker zijn? Ik of hij? Bang! Hoppa! In één keer, jongen. We gaan hard, kijk. Oh, deze heeft een rare bril op. Hele bijzondere bril. Dit lijkt een beetje op Giel, maar dan anders. Critical hit. Gaat hij ook in één keer? Ja. We gaan lekker. We gaan echt ontzettend lekker. Oh, komt hij weer. En bang. Critical. Ik raak dat rood eigenlijk best wel makkelijk. Ik sla echt iedereen knock-out. Omdat ik zoveel power heb of zo. Oeh, deze. Dit is een bijzondere skin. Die vind ik niet zo mooi. Mega crit. Ja, die is ook klaar. Da. Nee, kijk, dit is de eerste keer dat ik iemand... Auw. In één keer raak. Oh, die sloeg mij hard, gek. En boom. Is die nou dood? Nee. Oh, jawel. Yes. Oké, mag ik eerst slaan, mevrouw? Maar eigenlijk mag je helemaal geen meisjes slaan, jongens. Onthoud dat. Je mag eigenlijk geen meisjes slaan. Alleen in dit spelletje mag het. Maar ik denk dat ik nu dood ben. Ben ik dood? Ik ben knock-out geslagen door een meisje. Blijkbaar, meisjes kunnen ook wel goed hard slaan. Ja. Maar wat? Ik heb 31.000 coins. Oh, daar kan ik die power mee upgraden, hè? Dit kost allemaal coins. Ja, dat kost ik dan maar gewoon. Boom. Oké, ik heb echt
dit allemaal gewoon gekocht. En dan nu kan ik workouts doen. Kijk, oh, kijk, dat gaat super snel omhoog op deze manier. En we hebben nog een cadeautje. Huppa, 2.500 erbij. En wij hebben over 1 minuut nog een cadeautje. Oh, dit is echt ziek, jongen, als we dit krijgen. Die cadeautjes, die zijn echt zo belangrijk om te pakken. Gaan we nog een keer of gaan we kijken wat er... Ik ga... Oké, ik heb een rebirth gekocht. Maar ik weet niet wat de PM is. Hé, snap er niks van. Ik ga het gewoon vragen in de chat. Ik ben heel benieuwd wat mensen het mij gaan vertellen. Ik heb namelijk echt geen flauw idee. We hebben weer een cadeautje. Hapte, 5000 dingen erbij. Oh nee, maar ik moet dus wel nu dit weer gaan doen. Uh-oh, daar heb ik niet over nagedacht. Oh, dit moet ik weer opnieuw doen. Oh, bij een rebirth reset alles natuurlijk wel gelijk. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Oké, jongens, volgens mij weet ik het. Let op. Dit is PM, Power Multiplier. Als ik hier keer 20 heb, dan kan ik weer een rebirth doen. Ik snap hem. Ik was echt even een klein beetje toch wel stiekem de weg kwijt. Oh, nee, doe ik niet. Oké, we gaan maar even slaan. Maar het enige probleem is wat ik nu heb. Ik heb niet heel veel kracht. Ik heb wel goede verdediging. Ik heb niks gezegd. Ik sloeg hem gewoon in één klap. Ik heb helemaal niks gezegd. Sla ik deze ook in één keer in één klap? Boom, in het rood. Ook in één klap. Hè? Oké. Ik vind dit bijzonder. Mag ik jou even neerslaan? Misschien wel in één keer? Ook in één keer. Huh? Waar gingen we nou net af? Wij gingen net bij dat meisje gingen we af. Oh. Mega crit! Is die in één keer? Nee, die is ook niet in één keer. Maar ik krijg nu... Oh, dat is een klein klapje. Daar kan ik wel mee leven. Boom, en dan ben jij nu af. En dan die volgende, die moeten we dus nu voorbij gaan. Dat is me nog niet gelukt. Deze chick. Ik wil jou even voorbij gaan. Mag dat? Oké, in het rood. Boom. En? Ja, die klap is niet heel... Ik moet haar denk ik echt 4 keer... Ja, ik ga dood. Ze gaat me gewoon weer pakken. Ah, wat stom. Oh nee, wacht. Mega hit. Oeh, dit is spannend. Ja, dit wordt spannend. Oh, wie gaat er winnen? Ik wil wel even deze keer winnen, maat. Ja! Yes, we hebben er gewonnen. Oké, we zijn weer een keer verder. Oh, en de volgende is een win. Maar kijk deze spieren. Zoveel spieren heb ik dan ook weer niet. Oh, en ik raak hem niet in het rood. Ik ga nu af, denk ik. Nee! Oh, dat was de laatste voor de win. Oké, dus we moeten iets sterker worden. Als het goed is, hebben we nu wel centen. Oké, we hebben centen gekregen. Kijk, dat is fijn. Pak ik ook al deze coins. En wat we gaan doen, is die power multiplier. Kopen. Oh, ik heb heel veel centen gekregen trouwens. Oké, nog 2 keer. En dan zou ik dadelijk dus een rebirth kunnen doen. Maar we gaan natuurlijk eerst even wat winst verzamelen. Dat is iets belangrijker. En ik heb over... 24 seconden 10.000 kracht. Ja, dan win ik makkelijk. Dan hoef ik niet eens te trainen. Want dan stoppen we even met trainen. Dan gaan we even hier in de bad zitten. Zodat de verdediging van ons beter wordt. Zo, kijk. Dit gaat echt ziek hard omhoog. Dit gaat echt keihard omhoog. Oh mijn god. Is dat klaar? 5 seconden. Oké, boom. Kijk, nu hebben we dus... Nu gaan we dit makkelijk doen. Jongens, dit gaan we met 2 vingers in onze neus. Zo, 2 vingers in de neus. En dan... Pam. Pap, piep, pap, piep, pap. Klik. Let op. Dag meneer. Ik vind het zo grappig hoe die poppetjes zo vallen dan, zeg maar. Ik ga stuk. Jij ook. Kom op. En... Bang. Toek. Sorry. En jij ook. Ja, jullie gaan er allemaal aan. En er zijn nog best wel wat levels te gaan, hoor, jongens. Oké. Toek. Die is ook weg. Zo. Ik deed 60.000 damage. Kijk, deze chick... Die ga ik nou in één klap toch wel verslaan, denk ik. Of niet? Makkelijk. En jij ook. Jij gaat mij niet eens aanraken. Je mag me aaien. Dat mag jij. Je mag mij aaien. Poep. Nee, zelfs dat trouwens niet. Kijk maar. Doei. Dit spelletje leuk, jongens. Ah. Oh, weer tegen de spierbundel. Nou, die ga ik ook in één keer pakken. Ik weet het zeker. Mega hit. Bang. Ja, we hebben de win. 5 wins erbij. Happatee. En oké, die moeten dus 2 keer dit verslaan. En dan zijn we bij de volgende wereld. En ik heb er zoveel coins. Maar die coins zijn dadelijk allemaal weg. Dus wat ik ga doen... Nee, ik moet sowieso die winst nog even halen. Dus ik ga sowieso dit gewoon nog een keer doen. En dan heb ik superveel coins. Maar die gaan dadelijk waarschijnlijk allemaal weg. Ik zat trouwens na te denken. Ik denk dat ik geen rebirth ga doen, jongens. Ik ga geen rebirth doen. Want ik heb nou zoveel punten. Dat ik echt al die levels die daar komen. Die ga ik allemaal makkelijk halen. En dan hoef ik die rebirth niet eens te doen, denk ik. Althans, daar ga ik vanuit. Maar dat zien we zo meteen wel. Kijk, eerst slaan we deze even allemaal neer. En dan jij nog met je leuke oortjes. Dag. En dan zitten we weer in het volgende level. Ja, hup, 5 wins erbij. Yay! En heel veel coins. Echt heel veel coins. Kijk, doen we allemaal weer upgrades. Zo. Hoppatee, we hebben keer
keer 39. Ik denk dat als ik nu überhaupt ga opdrukken, krijg ik 114 zelfs af en toe erbij. Maar dat gaat heel rap. Maar we gaan hier even weg, want wij mogen naar de nieuwe wereld. Yay! Welkom, welkom. En dit gaat... Ik krijg plus 3000 als ik hier sta. Jee, maar dat gaat rap. Waarom gaat dat armpje niet zo snel omhoog? Dat zou pas dik zijn. Dus even kijken. We gaan even opdrukken. Ik wil even... Hoeveel willen wij, jongens? 20.000 aan strength. En dan gaan we naar de volgende, denk ik. Nee, weet je wat? We gaan eerst kijken hoe ver we komen. We moeten 50 wins hebben om naar het volgende wereldje te gaan. Oh, deze guy heeft wel een vette hoed. Ik zeg je heel eerlijk, deze man heeft volgens mij heel veel geld. Daar lijkt het in ieder geval. Oké, is hij in één keer... Klap. Hij is in één keer kapot. Dat is fijn. Dat is heel erg lekker. Oh, yo, dit zijn vette skins. Dit is weer een of andere engel of zo, zeggen we dan maar. Is die ook in één keer af? Die is ook in één keer af. Oh, maar op meneer Krabs. Kennen jullie meneer Krabs nog van SpongeBob? Dit is sowieso meneer Krabs. En boom, mega hit. Dag, meneer Krabs. Oh, nee. Oh, meneer Krabs pakt mijn hart. Uh-oh. Oké, we hebben hem nog wel. Maar ik ben dadelijk... Gelijk dood. Oh. Kijk deze pijl! Ja, maar even serieus. Dat mag niet. Je mag niet een pijl gebruiken. Dat is niet eerlijk. Oh, ik pak hem in één keer. Oh, ik heb geluk. Oh, dit is Mr. Beast. Wat is dit nou? Ik moet tegen Mr. Beast slaan. Bloep. Is die in één keer? Nee, nou ben ik af. Nou ben ik af. Ja. Oké, maar we kwamen wel ver. Maar we moeten dus wel weer even trainen. En ik kan hier ook gloves kiezen, man. Ik weet niet wat dat... Dat kost 3000. Maar ik weet... Oh, dat is meer power. Oh. Dat wist ik niet. We hebben ook dit nog erbij gekregen. Oké. Oh, kijk dan. Ik heb nou handschoenen aan. Die zijn wel groen. Dat is wel jammer. Oké, we moeten wel even trainen, man. Echt even trainen. Anders dan gaat het niet. Oh, ik heb trouwens geld. Ik heb heel veel geld. Kan ik niet gewoon... Nee. Alleen met geld moeten we dit doen. Dus blijf ik gewoon even trainen. Zo. Hup, keer 45. Oké, ik ga even trainen totdat ik echt een dikke spierbundel ben, jongens. Oké, ik heb even goed getraind. We hebben 30.000 power en 250.000 verdediging, denk ik. Ja, dit moet goed komen. Dit moet echt goed komen. En we hebben dus ook die groene gloves. Bang. In één keer. Ik deed echt heel veel damage. Ik deed echt heel veel damage daar. Nou, deze ging ook in één keer als het goed is. Moet ik hem wel weer in het rode raken. Zo. Bang. Het is toch een komisch spel dat je ploep, ziet gebeuren. Oké, meneer Krabs die heeft mij te straks dus geslagen. Dat willen we niet nog een keer hebben. Dus ik mega crit, natuurlijk. In één keer. Hoppatee. Deze met die grote bel, die mag mij ook niet aanraken. Dat vind ik niet leuk. Dus dan doen we even zo. Weer een critical hitje. Ploep. Dankjewel. Nou, Mr. Beast die hadden we volgens mij net niet verslagen. Nee, Mr. Beast heeft mij net volgens mij gepakt. Weet het eigenlijk al niet meer. En Twink, die is ook in één keer weg. En dan komen we dadelijk tegen Elon Musk met de Tesla oplader. Wauw, oké. Dag Elon Musk. Ploep. Mega hit. En we hebben de eerste win. Nee. Uh-oh. Oeh, hij raakt hem hard. Maar ik heb hem wel gewonnen, denk ik. Ik heb hem wel gewonnen. Ik ga wel winnen. Ik ga winnen. Yes. Yes. We hebben gewonnen. Oké. Scheelde weinig, hoor. Maar 25 wins erbij. Huh? Wat? Heb ik nou... Niet gewonnen. Ik had hem, knockout. En Elon Musk die stond weer in één keer op. Maar oké, dat betekent dus dat we nog sterker moeten worden, willen we deze halen. Dan gaan we maar even opdrukken, hè. Oké, als we nou niet genoeg hebben... Ah, dan weet ik het ook niet meer. Oh, we gaan... Hallo? Moet ik wachten totdat jij klaar bent? Wat? Ik moest wachten totdat hij klaar was. Oké, ik vecht ook tegen iemand die daar... Ik weet niet wat hier gebeurde. Ik moet hier nou de hele tijd wachten. Oh, daar komt hij. Hij is net kapot geslagen en hij is weer terug. Dat vind ik heel knap. Nou, meneer Krabs. Jij en ik weten allebei wat er gaat gebeuren. Jij gaat namelijk vliegen. Naar links of naar rechts, dat weet ik niet. Naar rechts. Netjes. En dan komen we hier weer tegen mevrouw met de hamer. Ja, jij weet dat je er ook aan gaat. Sorry, maar alle respect. Toink. En dan Mr. Beast. Oké, die Elon Musk die deed net dus iets heel raars, hè? Dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Ploink. We gaan nu van de Elon Musk winnen. Dat kan niet anders. Kom op. Plank. Mega hit. Is hij in één keer dood? Hij is in één keer dood. Oké, maar nou moet je ook dood blijven. We hebben onze win, jongens. We hebben onze win. Onze welverdiende win. Oprecht. Hebben we nou... Nee, ik moet dus nog 25 wins voor het volgende level. Oei. Dan gaan we even dingen allemaal kopen. We hebben gewoon een workout keer 87. Ja, we weten dat we hem dus kunnen halen. Dus ik ga gewoon nu nog een keer. Dan moeten we nog een keer Mr. Beast verslaan. Nou,
Voor de mensen die niet weten wie Mr. Beast is, zou ik heel bijzonder vinden, maar dat is de allergrootste YouTuber ter wereld. Oprecht. En eigenlijk ook wel de beste YouTuber. Zo, en Elon Musk, die maakt Tesla's. Zo simpel is het. En we hebben weer een winnaar bij. En we zijn in het volgende level. Alsof het niets is. Alsof het niets is. Boom, volgende level. Level 5 alweer. Ongelooflijk. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga kijken hoe ver wij komen in dit level. We moeten eerst tegen Shrek. Vind ik te leuk om niet te doen. En dan is het denk ik ook wel weer goed geweest. Even kijken. Bang. Mega hit. Lukt dit? Oké. Shrek, zakelijk. De volgende is... Oh, dit is die meme hond. Dogcoin of zoiets. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar dit is een meme. En die hebben we ook in één keer. Deze ken ik dan weer net niet. Als je weet wie dit is, laat het weten in de reacties. Hebben we deze? Deze hebben we ook in één keer. Huh? Gaan we dan dit gewoon in één keer halen? Wat? Dit is John Cena inderdaad. En die hebben we ook in één keer. Oh mijn god. Oh, en dit is... Ja, die zullen misschien een paar mensen... Ik ken deze niet. Ik ken dit niet. En die hebben niet in één keer... Nee! Hij was... Zo dichtbij of ik had hem. Oh, hij was zo dichtbij of ik had hem. Ik vind dat wij het goed hebben gedaan. Vond je de video nou tof? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En laat dus je Roblox naam achter in de reacties. En zie je morgen weer bij een nieuwe video.